We zitten hier met toch wel een unieke situatie met de Noord-Zuid-verbinding die toch wel wat onveiligheid met zich meebrengt. En we zien ook dat minder en minder jongeren zich verplaatsen te voet of met de fiets. En ik denk dat we vanuit zo'n inventarisatie van Route to School heel wat veilige alternatieve wegen kunnen aanbieden aan jongeren. En zo onze jongeren en ook onze ouders kunnen motiveren om meer gebruik te maken van de fiets en te voet in plaats van de auto. We zijn eigenlijk met onze stemleerlingen van het eerste jaar in een project gestapt. De First Lego League, een internationale wedstrijd, eigenlijk die kaderde in de stad van de toekomst. En we zijn dan eigenlijk naar onze gemeente Hout aan Helder gaan kijken. En op vlak van mobiliteit was het niet gemakkelijk om een inventarisatie te maken van hoe verplaatsen jongeren zich de dag van vandaag binnen de gemeente. En dan zijn we eigenlijk in contact gekomen met Route to School, die een heel mooi digitaal platform klaar hebben dat heel toegankelijk is. Route to School is eigenlijk een totale oplossing waarbij bij de gemeenten en alle scholen op het grondgebied helpen om de verkeersveiligheid van schoolkinderen te gaan verbeteren. Het vernieuwende aan Route to School is dat wij volledig via een digitaal platform alle burgers wensen te bevragen van een gemeente op basis van de knelpunten die zij ervaren op weg van thuis naar de school. Of specifiek ook hun routes willen inkleuren, dus hoe zij nu naar de school komen. Vanuit die gegevens gaan wij samen met bestuur van de gemeente, de scholen, die zaken gaan analyseren en oplossingen gaan bedenken hoe we die verkeersveiligheid kunnen gaan verbeteren voor het schoolkind. En hebben we dan eigenlijk getest met een beperkte groep in de lagere school, leerlingen van 5 en 6. En waar is toch wel heel waardevolle informatie uitgekomen naar pijnpunten, maar ook veilige alternatieve routes. En ik denk dat het wel belangrijk is voor Hout aan Helder om daar een totaalbeeld van te krijgen en de stem van alle jongeren te horen. En vandaar dat we het opentrekken naar alle jongeren in Hout aan. Word ook een held van de Noord-Zuid en deel je schoolroute op routeschool.be. Ook jouw mening telt.